Attentie, attentie! Hier een bericht van maatschappelijke orde. Zorg dat u binnen de lijntjes loopt. Val niet buiten de boot. Vergeet je droom en blijf in de middenboot. Ga naar je werk van 9 tot 5. Oh ja, ondanks de file, kom op tijd. En doe je dit net niet, dan ben je je baan kwijt. Dan word je ontslagen, beland je op straat en gaat je geld niet naar de staat. Dus even nadenken over dit bericht. Ben ik het hier helemaal mee eens? Dus als ik mijn dromen niet volg, ben ik dan echt nog zo gelukkig? Als ik vastzit in een mainstream denkwijze, ben ik dan nog gelukkig? Of wil ik het juist anders doen? Wil ik aan mezelf bewijzen dat ik mijn dromen kan volgen en ik toch mijn onderhoud voor mijn vrouw en mijn kind kan hebben? Is die mogelijkheid er? Op deze avond beslis ik voor mezelf dat die mogelijkheid er is. En hij is er voor iedereen. Want deze stappen zet je niet alleen. Deze stappen zet je met alle mensen om je heen. Kijk eens naar hoe belangrijk het leven is. En ik heb veel van die dingen gemist. Mijn geluk zat hem niet in het werken in een fabriek aan een lopende band. Constant hetzelfde en ik werd helemaal gek. Ik voelde me een autist. Ja, dat gevoel is niet fijn. Dus ik nam de tijd voor mezelf, stapte er even tussenuit. Wat wil ik echt? Waar liggen mijn dromen? Ik heb nu een baan en ik ben er aardig gelukkig. Ik zorg voor mijn medemens. Juist de mensen die niet geholpen worden. Juist die mensen die op straat belanden. Daar ben ik nu. Dus ik ben gelukkig. Want ik ken de klappen van de zweep die ik vroeger kreeg. En nog steeds ben ik er. Ik heb mijn dromen gevolgd en mijn dromen zijn mooi. En zo overleef ik op deze aardkloot. En dit is voor iedereen waar het af en toe tegen zit. Kijk eens positief, want het leven is echt wel mooi. Ik zat drie uur geleden in een gesprek met mijn vriendin. Een diepgaand gesprek, want het is gewoon goed om te hebben met elkaar. En ze zegt, ik vind het mooi wat je schrijft, maar je bent altijd best wel negatief. Ik daarover nadenken, ik ben aardig, lalala. Eigenlijk heeft ze wel gelijk. Dus ik ben onderweg naar hier en achter mij ligt het pad van verdriet en pijn. Maar als ik vooruit kijk, wat zie ik dan? Ik zie langzaam de druppels van de regen vallen. Ik voel ze op mijn huid licht. Maar het voelt toch fijn, want ik kijk vooruit. Juist zo belangrijk is om die vooruitgang te blijven zien. Want zie je die niet, dan val je uiteindelijk ten aarde. Lig je dood in je kist en denk je bij jezelf. Heb ik echt alles gedaan wat mijn lief is? Ik heb bijna alles gedaan wat mijn lief is. Ik doe bijna alles wat mijn lief is. Ik sta hier op het podium. Dit is fijn om te doen, dus dit is wat ik wil. Dit is een droom. Ja, dit is fijn wat ik doe. Dus de bomen zijn misschien leeg en de bladeren gevallen. Maar toch weet ik dat over een paar maanden in de lente elk blaadje weer volgroeit met de voeding die je krijgt van de regen die nu valt. Dus zo denkend over het leven kom ik met een lach hier binnen en denk ik bij mezelf, het is mooi.